Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tante Suikerspin, Premium LED en VSK Schilderwerken. R-U-W-O Rio! Ah! Het is gewoon een accent, hè? Want je bent helemaal niet Italiaans. No, ja, ja. U ziet mij aankomen lopen en uw eerste reactie is nee, hè? Nee, hè, want het regent. Nou, we gaan nog net niet knuffelen natuurlijk, maar het zou wel weer mogen. Ja, heerlijk. Fantastisch. Rio! Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Iedere week op televisie en online bij Unity.nu. Vandaag vanaf de weekmarkt in Oegstgeest. Het regent al wel een beetje, maar er loopt genoeg volk rond. Dus er zijn vast bijzondere verhalen te vinden. Welkom bij een nieuwe Rudo. Rudo! Zo, meneer, toch de regen getrotseerd? Ja, zeker. U lacht er ook nog bij? Ik lach altijd. Ja. En Oegstgeestenaar in hart en nieren? Nee, ik kom uit de Bollenstreek. U woont ook in de Bollenstreek? Ik woon in de Bollenstreek. Dus u kunt u nagaan wat een aantrekkingskracht de markt in Oegstgeest heeft. Hè? Ja, wat is er zo leuk aan die markt in Oegstgeest dan? Gevarieerd. En ja, weet je, ik kom hier al jaren, dus ik ken de mensen een beetje. Dat scheelt ook nog natuurlijk. En in welke Bollenstreekgemeente woont u dan? In Voorhout. Maar daar is ook markt, toch? Ja, maar dat is natuurlijk, geloof volgens mij, anderhalf wagentje. En dan toch nog wel een aanhangwagen, maar dat is alles. Maar wat is er dan wel leuk aan Voorhout? Aan Voorhout? Aan de markt of bedoelt u? Van nee, gewoon aan het dorp. Nou, ik woon er nu een jaar of vier en dat bevalt me heel erg goed, ja. En waar woonde u daarvoor dan? In Sassenheim. Ja, dus u woont echt wel in dat hele Teijlingen is dat dan eigenlijk, hè? Ja, ik woon in Teijlingen, ja. En dat is, daar ben ik geboren, dus ja. Nou, ik moet zeggen, Sassenheim vind ik wel, daar ben ik in het verleden vaak geweest. Ja. Ik vind dat centrumpje, die brasserie die daar zit, het is wel echt een heel gezellig dorp. Nou, dat ben ik met u eens. Ja, daar kom ik ook nog veel. Maar er kan niks tippen aan de markt van Oegstgeest? Ik vind dat u nu wel een beetje overdrijft, hè? Ja. Niks ja, tippen. Het is toch een beetje, het is toch theater wat we maken. Oh, u wordt het. Ik ja, het wordt ook nog, ik ja, zij met die, nee, zij met die camera staat er niet voor niks bij, hè? Dat, nee, maar ik dacht... Nee, maar je haar zit goed, hoor. Nou, dat, maar gelukkig om een goede kant. Ja, ja. Nou, dat zagen we al, ja. Daar heeft ze ook wel oog voor. Dat heeft u goed gedaan, ja. Nee, u wordt beroemd in de regio nu. Godzidori, zeg, ja. Dus ik weet niet of u nog, nu de kans er is, dan toch nog wat wil zeggen tegen iemand? Dan doe ik de groeten aan mijn mooie, lieve vrouw. Hoe heet ze? Janna. Rio! Hoe is het met jou? Alles goed. Alleen de regen is niet onze vriend vandaag. Nee, want we hebben nu van de week best wel lekker weer gehad. Later deze week ook. En nu net vandaag gaat het regenen. Ja, dat kan. Maar het is niet altijd kerst. Wanneer heb ik jou nou voor het eerst gezien eigenlijk? Want je bent eerder in mijn programma geweest. Hoe lang geleden is dat? Ik denk het was beginnen van de zomer. Ik denk het was juli of zo, juni. Ja, dus het gaat goed. Zijn de klanten die tevreden zijn, ze komen terug. Zomerklanten, ik denk 50% komen ze elke week terug. Ja, want jij bent toen begonnen, toen ik jou van de zomer sprak, toen was je echt net op de markt aan het staan. Ja, net op de markt. Ik heb in mei gestart, eerst in Leiderdorp en daarna hier. En nu ben ik ook in Katwijk bijvoorbeeld, op vrijdag. En gaat goed, loopt wel. Maar hoe ziet jouw week eruit dan? Waar sta je wanneer? Hoe? Op dinsdag sta je hier, ja. Op vrijdag sta je in Katwijk. Ja. En verder? En donderdag in Leiderdorp. Voor nu zijn drie. Ja. En is dat genoeg? Is nooit genoeg. Maar we moeten wel beginnen. Zo, beetje bij beetje. En nu op dit moment, ik ben ook alleen. Zo, maar je bent dan in mei vorig jaar begonnen. Zie je het groeien? Ja, is groeien wel. Ik denk drie keer dan in mei. En nu is ook winter. Zo, volgens die andere collega is ook een lage periode, een rustige periode. Maar nog steeds gaat groeien, zo dan is het goede dingen. En de fact dat de klanten terugkomen. Ja, die komen niet als het vies is. Nee, daarom. Zo, ja, dat is het goede. Hey, maar even we zitten nu jou te filmen, maar even voor de mensen thuis. Dit is zeg maar wat je maakt, hè? Ja. Dit is de pasta. Ja, dit is de pasta. Bijvoorbeeld, dit is een bakje van één persoon, die is onder 50 gram. En die is normaal een volle maaltijd voor één persoon. Kijk, deze precies is die traviolo. Ik laat altijd die klanten zien welke ingrediënten staat in de pasta. En ook, ik open in twee delen die raviolo, zodat die mensen kan ook kijken. Dat het geen gebakken lucht is, dat er echt wat in zit.
En kan ook proeven. Hè. Bijvoorbeeld af en toe als de klanten willen proberen één. In 3 minuten zijn klaar in kokende water. En dan ze kunnen één proeven. En dan zeggen ze, ah, misschien deze vind je lekkerder. En dan kan kiezen. Nou, wat je nu thuis denkt van, goh, wat leuk, een echte Italiaan. Maar dit is gewoon een Oegstgeester en dit is gewoon een accent, hè? Want je bent helemaal niet Italiaans. Nou, ja, ja. Hé, hey, succes. Je zei geïmporteerd. Doei. Dankjewel. Rio! Zo zijn jullie van het goede leven aan het genieten. Merk je het? Ja. En heb je dan een pittige saus of heb je zoete saus? Ja, zoete. Sambal te pittig voor je? Doen we niet meer, nee, dan krijg je last voor je maag. Ja, dan zit je de hele dag op de wc, hè? Nou, dat was ik niet van plan. U kijkt me een beetje boos aan. Ik word er bijna bang van. Nee. Als ze aan het eten is, dan wil ze rust hebben. Ja, oké, nou dan hou ik het maar even bij u. Bent u al bezig met de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, maar ik woon niet in deze gemeente. Waar woont u? Katwijk. Wat is dat toch? Net had ik al iemand uit Voorhout, die kwam naar de Oegstgeestermarkt. Ja, ja. Wat is die aantrekkingskracht van de markt in Oegstgeest? Uit grootte. Bij ons staan er 4 kramen. Dus daar heb je ook niet zoveel aan in Rijnsburg. Dus nee, dit is leuk en dit is lekker deze. Dus dat is gewoon goed. Ja. En komen jullie dan elke dinsdag naar het dorp toe? Elke dinsdag, ja. Hebben ja. jullie nog meer van dat soort rituelen? Waar ben je nog meer te vinden in de regio? Nou, zij zit in een bejaardenhuis. Dus ik haal haar op. En dat zijn de leuke dingen die we met elkaar doen. Dus dat is goed. Maar dat is de markt in Oegstgeest. En wat hoort er nog meer bij dat rondje? Katwijk bijvoorbeeld. Strand, als het weer een beetje is. Of de boulevard. Het zijn gewoon uitstapjes, kleine uitstapjes. Ja. En u woont in het bejaardenhuis? Want jullie zijn wel partner? Ja. Is dat dan nog lastig? Of? Dat is moeilijk. 58 jaar bij elkaar en nou zit ze apart. En ik kan er niet bij. Ja, ik ga er wel heen, maar ik zou liever bij er zijn, maar dat is niet zo. En hoe lang is dat al zo dan? Van vorig jaar, 12 februari. Maar hoe vaak zien jullie elkaar nog dan nu? 5 keer per week. Oh, dus je ziet elkaar nog, ja, het is natuurlijk niet ideaal. Maar... Nee, en de kinderen willen ook daarheen, dus naar haar. En ze heeft telefoon, dus ze belt ook en wij bellen met elkaar. Dus we hebben wel goed contact nog. Jullie maken er eigenlijk gewoon maar het beste van? Wat je er kan van maken, moet je doen. Je hebt geen keuze. Nee, je zal wel moeten. Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten. Maar dat moet je niet doen. We blijven moed houden. Dus dat is gewoon prachtig. Nou, ik wens jullie een mooie dag nog. En veel plezier met elkaar. Ja, oké. Dankjewel. Rio! Zo, mevrouw, heeft u de... Heeft u de lente in huis gehaald? Ja, dat doe ik altijd. Dinsdag haal ik een bloemetje. Altijd een bosje bloemen? Altijd een bosje bloemen. Gewoon om jezelf te verwennen. Ja. Als ik het zelf niet doe, dan doet niemand het. Nee, is dat zo? Nee hoor. Nee. Maar u ziet mij aankomen lopen en uw eerste reactie is nee hè? Nee hè, want het regent. Ja, maar u heeft een paraplu. Ja, wel. Nou, en ik niet, ja, ik kom er gewoon een beetje bij staan. Hoe is het met u? Slecht. Oh, hoe kan dat? Ik heb een aangezichtsverlamming. En dat kwam plotseling. En wanneer is dat gebeurd? 3 jaar geleden, ja, nou. En als je dan kijkt naar 3 jaar geleden en nu, hoe gaat het dan nu? Slecht natuurlijk. Ja, maar is het wel verbeterd? Of? Nee, het verbetert niet. Mijn ogen worden slecht, mijn gehoor wordt slecht. Maar hoe krijg je dat? Ja, dat weet ik niet. Ik stond op, ik dacht, en het stond helemaal scheef. En ik dacht, ik heb een dia. Nou ja, of een hartaanval. Ja, nou ja. En, maar ik voelde me nog goed, dus niks aan de hand. En toen heb ik de dokter gebeld. Ik zeg, ik ga nu boodschappen doen en ik wil daarna komen, want ik heb een heel scheef gezicht. Toen zei hij, nou, je komt gelijk. Ja, kom maar eerst. Ja, en toen is dit ontdekt, ja. Maar je moet er maar mee leren leven dan, denk ik. Ja, en het is heel moeilijk. Heb je ook pijn? Zo oud. Nee, dat niet. Maar alles wordt minder aan deze kant. Maar heb je dan wel een beetje mensen die voor je zorgen of naar je omkijken? Ja, die heb ik wel. Maar ik wil ze zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Nou woon ik hierboven, daar op de 2e etage. Dus ik kan nog alles zelf wel. Maar ben je dan ook een beetje eigenwijs? Ja. Oh, dat is wel zelfkennis. Nou, ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. Ja, okay. Succes met de bloemetjes. Yes. Dag. Rio. Wat zeg jij? Ik kijk altijd naar je. Kijk jij altijd? Ben jij dat? Heb je wel kleren aan, toch? Ja. Maar ik kijk altijd naar je. Dat vind ik leuk. Ja. Dus, waar woon jij zelf dan? Ik woon in Oegstgeest.
Een beetje naar tevredenheid ook? 11 jaar nou. Dus, en is dit het wekelijkse uitje naar de markt? Ja, maar als ik niet aan het werk ben. Oh, wat doe jij dan? Gemeente Leiden. Oh, wat doe je daar? Vrachtwagenchauffeur. Op welke vrachtwagen zit jij dan? Op die translift. Maar wat doe jij dan? Oh ja, sorry. Nee, ja, het hoeft niet meer van Mark Rutte, maar ik snap dat je het wil. Dus is dit goed zo? Normaal heb ik mijn stok bij me, maar ik dacht voor het eerst, ik kan hem thuis laten, mijn afstandsstok. Oké, nou ja. Maar je werkt voor de gemeente Leiden? En wat voor wagen is dat dan? 25 jaar bijna. Een translift. Heb je dan ook zo'n... Ja, maar wat doe je met die lift dan? Minicontainers legen. Grote bakken legen, laadkisten. Maar, dan stel ik je gelijk even een vraag, maar gewoon eerlijk antwoord geven. Waar luister jij dan naar in die wagen? Heb je Unity aanstaan? Ja. En dan die Nederlandse muziek of die andere? Als ik alleen rijd, zonder mijn collega, Nederlandstalig. En als hij dan rijdt, dan heeft hij andere muziek op. Okay. De jonge generatie. Ja, ik geef het in ieder geval even door aan Elmar, want Elmar kijkt ook elke week naar dit programma. Dat is toch de DJ van Unity NL? Ja, ik kijk vaak naar jullie. Ik vind het leuk. Ja, en nu ben je dus zelf op televisie een keer? Ja, ja, ik zie je altijd met die stok staan en zo. Dus. Ja, de stok is nu dus weg omdat corona weg is. Dus, Ja, ik ben er wel blij mee. Ja, ik ook. Maar ik vind het wel goed dat je even nog aangeeft van joh, een beetje afstand. Ja. Want ja. Maar durf jij nu wel alles weer? Qua naar evenementen gaan en dat soort dingen? Ik ben even. Ja. Maar om naar evenementen te gaan en dan een test te gaan. Ik heb wel al mijn prikken gehad en zo. Dan blijf je liever thuis. Ja. Hey, wat ga je vandaag nog doen? Ja, even een beetje boodschapjes doen en even een beetje, ja. Je bent in ieder geval vrij. Ja. Geniet ervan en je debuut op televisie. Oké, dankjewel. Hè. Doei. Hey, dag. Rio! Zijn de eieren op? Ja. En die haal je op de markt? Ja, zeker. Ja? Ja, altijd. Mooi. Hoe is het met u? Goed. Ja, dank u. Ik ben voor het eerst weer zonder stok op pad. Zonder stok? Ja, er zat altijd 1,5 meter tussen de laatste. Ik durf weer wat dichter. Stok. Ja. Ja, zeker. Oh ja. Ik durf weer wat dichterbij te staan. Ja. Vindt u dat dan gek of niet? Nee, heel normaal. Gewoon zoals altijd was, ja. Ja. De maatregelen zijn er eigenlijk sinds afgelopen vrijdag echt weer vanaf. Wat heeft u nu als eerste weer gedaan wat eigenlijk niet meer kon al die tijd? Niet veel anders eigenlijk. Nee, ik blijf gewoon mijn ding doen. Maar dat deed u ook tijdens corona dan? Ja, binnen blijven en mondkapjes op natuurlijk en dat soort dingen. Afstand houden vooral. En verder, dat is het. Dat doe ik dus nu niet meer. Zoals met u op dat moment. Nou, we gaan nog net niet knuffelen natuurlijk, maar het zou wel weer mogen. Ja, heerlijk. Fantastisch. Ik wens u een fijne dag. Tot slot, de verkiezingen die komen er ook nog aan. Ja. Gaat u stemmen? Ja, zeker. Ja. Moet nog uitzoeken waarop. Ja, want? Waarom? Nou, dat wisselt wel eens in verband met de situatie. Dus dat weet ik nu nog niet precies. Nou, dan ga ik u een tip geven. Dat heb ik vorige week ook in het programma gegeven. U woont in Oegstgeest? In Leiden net. In Leiden? Op de grens van Oegstgeest. Maar u stemt in Leiden? In Leiden, ja, okay. Zeker. Maar ja. Er zijn allemaal debatten. Maandagavond om 7:00 is er een ondernemersdebat. Dan gaan ze het over ondernemerszaken hebben. En zaterdag de 12e is het FNV-debat. Ja. Dus als je er nou nog niet helemaal uit bent, kijk naar die debatten. Want dan zie je al die Leidse politici live op televisie met elkaar in debat gaan. Fantastisch. Ja, goede tip. Ja, okay, dank u. Ja. Ik wens u in ieder geval een mooie dag. Ja, dank u wel. Ondanks de regen. Ja, u verder succes. Rio! Wat roep je nou? Ja, wacht even. Vertel. Ik kom even naar voren. Kom jij even naar voren. Wat is er aan de... Ik hoor opeens een Marco-man. Luister, wij hebben hier een hele leuke collega. Ja. Dat is Manon. Zullen we even naar binnen lopen hier? Ja, hè? Want de cameravrouw staat dan daar. Wat wie... Oké, wie is Manon? Nee, serieus niet. Oh, maar jij zegt ze wil op tv. Word je nou gewoon in de zeik genomen door hem? Oh, wat een vreselijke man. Rio! Ben je nou weer hier? Morgen Rudo, goedemorgen. Ja hoor. Jij dacht dat ik lekker weer ga lekker naar Oegstgeest? Ja, en ik ga even naar Oegstgeest. Maar als ik me goed herinner, heb ik je vorige week ook in de uitzending gehad. Want er stond je in Leiden. Oh, dat is geleden, ja. We houden lekker in de buurt. Ja, nou moet ik altijd afsluiten. Met Sandy doe ik dat normaal in Leiden natuurlijk. Maar koffie? Koffie? Ja, koffie heb ik voor je. Tot volgende week gaan we de koffie.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tante Suikerspin, Premium LED en VSK Schilderwerken.